helemaal nergens. Ik raak hem al beneden. Kijk, jij bent weer fijn als je. Kijk deze. Ah, nee, dat was. Kijk deze. Eén kogel met katten. Hij is nice. Ja, ik loop daar. Ik loop daar. Fish is ziek, dus die doet vandaag niet mee. Holy shit, wat een sikke intro, of niet dan? Jongens, vandaag hebben jullie te maken met de enige echte, uw favoriete nietsnut, de grootste lapswans van YouTube. Het is je boy Marky van het kanaal van Onze Boys. En ik heb vandaag een gastrol, omdat Fish veel te snotterig is om er eentje in te spreken. En aangezien ik de laatste tijd toch heel veel met Fish aan het gamen ben, en dacht ik, dit is een leuke commentary om op zijn kanaal te doen. Want in deze gameplay zit Fish ook in, samen met Erik en Braadworstenleger, voor de mensen die hem nog kennen. Christian079 op de PlayStation stuurt. Om zoveel mogelijk vriendschap verzoeken, want dat vindt hij leuk. Stalk hem lekker daar zo. En ja, daar houdt hij van, dus shout-out naar hem. Verder in deze gameplay, zoals jullie konden zien voor de intro, was een stukje dat mensen totaal los gingen via de microfoon, via de PlayStation. En ik denk, weet gewoon zeker dat heel veel mensen eventjes niet doorhebben dat ze vaak voor andere mensen te horen zijn. En ja, zo hadden wij dit keer dus ook gewoon mensen die continu aan het zeggen van... Nah, dit kan niet. Eigenlijk een beetje Fish-stijl, maar dan op een iets jongere gasten met een iets andere instelling qua Call of Duty. Ik had zelf het idee dat het een beetje van die jongens zijn die heel cool op school doen. En dan eigenlijk thuis een beetje achter een PlayStation zitten te niksen en ze kunnen alsnog helemaal geen kloten. Nou ja, weet je, ik weet niet of voor stereotype beeld nou weer schets, maar dat maakt allemaal geen kloot uit. Jongens, leuk jullie kijken naar deze nieuwe commentary op Fish's kanaal. Zoals jullie weten ben ik vandaag jullie gast hier en laat er vast een like achter voor Fish als je deze commentary nu al leuk vindt. Dat zou ik me niet anders kunnen voorstellen. Zoals je ziet speel ik hier met de Bal 27, met de Bombing Run, System Hack en UAV. Het is natuurlijk super chill spelen, System Hack haalt natuurlijk de tegenstander totaal uit zijn spel. Advanced UAV, het is een beetje een UAV met verschillende dingen erop. Bij mij stond support erop, threat detection stond erop. En als het goed is ook nog eens extra time. Wat dan volgens mij een 1100 punten scorestreak maakt. Vind ik zelf super chill om te spelen, omdat ik echt het kut vind als ik dood ga en ik heb dan net mijn UAV niet. Dat zijn dan echt van die stormomentjes. Tuurlijk, als je echt voor DNA bombs gaat, en dan is het veel handiger om een lange streak door te zetten. En is het chiller om meer UAV's te halen. Dus zou je eventueel support ervan af kunnen halen. Zou ik zelf voorstellen om die pijltjes dingen erop te zetten voor de advanced warfare spelers. Die weten precies wat ik bedoel. Super chill dat je de killsticks natuurlijk kan customizen. Verder nog eventjes over die andere gasten die allemaal dingen aan het lullen waren. Het was de hele tijd dat hoe ze dood gingen, dat vonden ze niet normaal. Of dat ze net een vlag niet hadden. Of wat dan ook. In ieder geval, ik zou zeggen jongens, als jullie headset gebruiken via de PlayStation. Ik gebruik zelf mijn headset via Skype en via de PlayStation 4. Zoals jullie, sommige mensen zullen dit begrijpen. Je AUX-kabel, oftewel je optische kabel, doe je in je tv of in je PlayStation. En dan doe je USB richting je computer. Als je die twee natuurlijk dicht bij elkaar hebt staan. Voor YouTubers is het natuurlijk erg handig, aangezien die hun Elgato hebben, headset, tv'tje, dat is vaak een monitor in plaats van een tv, computer ernaast om op te nemen, dat is een beetje een standaard grove setup van een YouTuber. En ja, zo heb ik het dus ook staan en daarom speel ik met mijn headset daarin en kan dus nooit iemand mij horen via de PlayStation. Dan zou ik het helemaal om moeten gooien, het zou eventueel wel kunnen, maar dan kan ik geen sound horen op mijn computer. Het is allemaal fucking kut, maar toch werkt het als een trein, dus ik hou het lekker zo. Ik weet niet waarom ik dit allemaal zeg en waarom ik van de map spring, dat doe ik ook wel eens. Dat is best wel kut op deze map, Greenband. Ik spring nog wel eens regelmatig van de map af. Door het dashen, door het springen, door het net niet halen van een jump of wat dan ook. Als jullie dat ook hebben, let gewoon even beter op, ja. Want het is bij mij gewoon echt een kwestie van opletten en ik was daar niet dood gegaan. 40-8 ga ik hier uiteindelijk en dat had dus natuurlijk gewoon 40-7 kunnen, oftewel moeten zijn. Waar ging ik voor de rest nog even over hebben? Oh ja, Fish. Fish is natuurlijk een beetje ziek. En toen ik met Fish aan het gamen was, wat ik de laatste tijd steeds meer doe. Omdat we, ja, we zijn met onze groep. Misschien is het is echt een onze groep. Het wordt vaker gezegd als onze groep. Een groep bij wie de meeste namen wel redelijk bekend zijn. De meeste, laten we het zo zeggen.
dat wordt regelmatig genoemd op YouTube, onze groep ook al. Ja, we zitten gewoon vaak in een call om samen te gamen. Het is gewoon, we zijn gewoon als YouTubers bij elkaar verenigd, laten we het zo zeggen. En het is gewoon een super gezellige groep. En zo zaten we laatst eens weer te gamen, zo omdat Advanced Warfare nu uit is. Eerst gebeurde dat zeer weinig. Eerst was het ook nog dat sommige mensen een vorige console hadden. Dus ik had er hiervoor een PlayStation 3. En Robin hiervoor, met wie ik hiervoor mijn kanaal had, die had bijvoorbeeld een Xbox 360. Daar konden we nooit gamen met elkaar. Kwamen we natuurlijk in onze groep die ook verdeeld was qua PlayStation, qua 360. Maar nu zitten we gewoon met z'n allen op de PlayStation 4 op een paar uitzonderingetjes na. En kunnen we natuurlijk met grote parties gamen. Hier skip ik even naar de tweede ronde, want ik denk dat niemand geïnteresseerd is in de ronde wissel en dat soort shit. Ronde wissel is natuurlijk nog steeds een punt van dilemma, een bespreekpunt die ik niet in deze video ga behandelen natuurlijk. Fish, daar ging ik het over hebben zonder dat ik er weer omheen lul. We zijn er dan in de party te gamen en dan geeft iedereen elkaar een beetje class setups. Een beetje van, hey, probeer dit eens een keer te gebruiken, dit is een goede setup. Of probeer dit een keer te gebruiken, dit is goed. Gebruik dit niet, want dat is kut. Dat kan natuurlijk ook. En zo kwam Fish met de snuggere opmerking. En sorry Fish dat ik je toch eventjes voor lul moet zetten in je eigen commentary. Ik vond het een onbegrijpelijke keuze. Fish zei, was namelijk van mening, dat Cold Blooded een belangrijk perk was. Want dat hield je namelijk tegen voor threat. En dat zit natuurlijk ook wel eens op die UAV's. En dan was het de vraag, houdt threat nou alleen de threat grenades tegen of ook de threat UAV? Of is daar low profile voor? Dat is voor ons nog steeds eigenlijk een vraag. Ik zou het niet weten. Vraag het Team Martin. Hij zal het vast wel weten. Die gekke Amerikaanse Call of Duty commentator die alles weet van de game. Het is eigenlijk de Call of Duty encyclopedia, Wikipedia dinges. Die gast. Maar ik had echt geen flauw idee. Dus ik dacht, je kan veel beter andere perks erop zetten. Voor mij zit hij in perk 2. Dus eventueel zou je nog peripherals erop kunnen zetten. En dus ik dacht zo van, is het niet een beetje onnodig? Zelfs kan je dan nog beter een punt besparen in je 13 system, zeg maar. Om dan een ander perk of iets te kiezen. En nou vliegt er op mijn beeldscherm ineens een advertentie open van een of ander kutvirus. Thank you internet, waar je allemaal wel niet goed voor bent. Dus in ieder geval, ik had het over de perks. Het perk, er is gewoon één dilemma in de perks. Qua perk 1, qua perk 2 kan je het wel redelijk voor jezelf inschatten. Wat vind je fijner? Maar perk 3 is het dilemma van Call of Duty Advanced Warfare. Er zijn namelijk 3 perks die mij echt daadwerkelijk beter doen laten spelen. En je kan er natuurlijk maar 2 selecteren. Perk 1 van de 3 is Blast Suppressor. Blast Suppressor zorgt ervoor dat telkens als je je exosuit gebruikt, mocht het zijn dashen, mocht het zijn superjumpen, mocht het zijn knieslijden zelfs, daar gebruik je ook tegenwoordig je exosuit voor, dan kom je op de map met een cirkeltje om je heen. Dat is natuurlijk pittig kut voor mensen die stealthy willen spelen. Het is sowieso erg lastig om echt stealth te spelen in deze game. Aangezien de stealth helemaal uit elkaar gerukt is in Cold Blooded, Blind Eye en nog een Low Profile en Blast Suppressor. 4 perks om natuurlijk stealth te spelen. En naast dat moet je dan ook nog eens een silencer hebben die gecounterd kan worden door een parabolic microphone. Dus echt stealth spelen is super moeilijk in deze game. En daarom speel ik ook nooit met silencers. Vind ik Cold Blooded een onzin perk. Heb ik gekozen in perk 3 voor Toughness en Scavenger in plaats van Blast Suppressor. Toughness helpt me zoveel meer in de game. Bij heel veel mensen was de vraag, helpt het nou echt heel veel of helpt het niet heel veel? Is het te overzien, is het niet te overzien? Ik vind het aimen moeilijker geworden. Mijn KD is ook lager geworden op Advanced Warfare. Van een ruime 2 KD op de vorige games naar een 1.6 KD op deze game. En dat is natuurlijk nog een prima KD, snap ik ook wel. En ik rust er volledig in, dus dan is het op zich nog wel prima te doen, zeg maar. Maar laat ik zo zeggen, 1.6, daar stond ik zelf een beetje van te janken. Dat het gewoon 1.62 is nu, 1.62 natuurlijk. En toen ben ik Toughness gaan gebruiken. En ik merk gewoon dat ik daarna steeds beter ben gaan spelen. Scavenger is voor mij een must. Die heb ik ook meegenomen toen ik geprestiged was. Want ik wil gewoon streaks opbouwen. Ik wil gewoon vaker die D-enable halen. Ik heb hem nu 1 keer gehaald. Die is te zien ook op mijn kanaal. Als je die nog wil zien. Hey, promotie. Kom naar mij ook als subscribers. Eigenlijk wel.
Vergeet dat allemaal. In ieder geval toughness. Toughness gebruik ik samen met Scavenger. Die lijkt me natuurlijk super logisch. Als je lange streaks wil opbouwen, wil je natuurlijk gewoon met je eigen samengestelde wapen spelen. En niet met het wapen die je van de grond af moet halen. Kom je tot in grote nood ineens tot een sniper op een 25 streak. En probeer daar maar eens 5 kills achter elkaar mee te maken. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan met je mooie automatische bal 27. En dan zijn er ook nog een hele hoop verschillende bal 27's. Dit is toevallig de standaard bal. Je kan uit verschillende supply drops kan je andere wapens halen. Een bal met meer speed of meer damage, minder handling. Er zit altijd voordelen en nadelen aan het wapen. Maar dit is gewoon de standaard omdat ik nog niet zo heel veel goede wapens uit supply drops heb gekregen. Dus speel ik eigenlijk bijna altijd met de standaard wapens. Jongens, bedankt voor het kijken. 40 om 8. Laat even een like achter voor Fizz. En als je het leuk vindt, kan je daarna natuurlijk altijd naar mijn kanaal komen. Om bijvoorbeeld met D&A om te kijken. Jongens, wens Fizz eventjes beterschap toe. Ik weet niet wat jullie van de game vinden. Ik vind hem vet. Appel en een peer. Tot de volgende keer. Later, gasten.